Een nieuw gezicht maandag op de training bij PSV. De Deense international Simon Paulsen werd officieel gepresenteerd en kreeg zijn nieuwe shirt uit de handen van Mr. PSV, Willy van der Kuilen. Paulsen speelde de afgelopen jaren voor het Italiaanse Sampdoria en AZ. Hij ziet het dan ook als een stap vooruit. Een groot club, Europees ook een groot club. Dus dan heb je natuurlijk wat spanning, en zeker de laatste 2 dagen. En nu ben je eindelijk en voel gewoon goed. Een topclub betekent ook meer concurrentie. Met Jetro Willems in dit geval. Want Willems is nu eerste keuze op de linksbackpositie. En dus zal Paulsen moeten vechten voor zijn plek. De concurrentie is gewoon hoog. En dan weet je, als je naar een topclub als PSV gaat, dan is de concurrentie gewoon hoog. En dat voel ik me prettig bij. En ik weet dat op dit moment ben ik waarschijnlijk niet de eerste keus. Maar ik ga via training gewoon laten zien wat ik kan. Maar misschien is dat niet eens nodig. Paulsen kan ook als aanvaller van waarde zijn. Nou, maar toen ik naar Nederland kwam, werd ik eigenlijk gehaald als linksbuiten. Die positie vinden natuurlijk ook mooi. Dus als ik maar een plek krijg en waar de trainer wil dat ik speel, dan daar kan ik spelen. Na de presentatie sloot Paulsen aan bij de selectie voor de teamfoto. Maar die kan binnenkort opnieuw worden genomen. PSV mist nog een paar internationals en hoopt toch ook nog een aantal nieuwe spelers te kunnen presenteren.